Met de gigantische vracht aan games die er eind februari uitkomt... is er eentje die ik samen met Koos uh, alvast even wil belichten. Dat is natuurlijk... Steven had hier eigenlijk ook wel bij kunnen zitten natuurlijk bij ons drieën. Um, Destiny. Ja. The Witch Queen. Eindelijk. Ja. Ik bedoel, we hebben er lang op moeten wachten, want uh, hij is uitgesteld. Ja. Door alle problemen die er waren wat betreft het thuiswerken en noem het allemaal maar op. Gewoon uh, de, de standaard problemen die eigenlijk iedere developer wel heeft. Uh, we hebben genoeg games al uitgesteld zien worden in 2021. The Witch Queen is daar één van. En dat is wel een beetje een probleem voor een live service game. Ja. Kijk, uh, een live service game leeft bij de gratie dat er een constante stroom aan nieuwe content is. Mm -hmm. ...en die beginnen nu op dit moment wel heel erg dunnetjes te worden. Ja, nou, je zag natuurlijk heel duidelijk de laatste, nou, ik durf wel te zeggen de laatste jaren... ...ze zijn steeds beter geworden in, in zeg maar, die, die droogte, ze wat op te vullen met wekelijkse storylines... Ja. ...die zich blijven voorderen, um, maar inderdaad, nu is dat een, ik wil niet zeggen op... ...maar daar waar uh, niet dit seizoen, maar het seizoen daarvoor uh, heen bouwde... Dat had je wel graag, zeg maar, nu al gehad. Ja, tuurlijk. En uh, vooral ook gewoon het feit. Uh, natuurlijk, we hebben gelukkig uit de Vault. Hebben bijvoorbeeld wat nieuwe, uh, wat nieuwe oude content teruggekregen. Mm -hmm. Maar we willen natuurlijk ook gewoon een keertje weer uh, aan de slag met een uh, compleet nieuwe raid. Nou, gelukkig hebben we het seizoenenstructuur. Uh, wat, wat enigszins de klap nog heeft opgevangen. Maar dit gaat eindelijk wel een hele dikke uitbreiding worden. Tenminste, dat lijkt, daar lijkt het op. En ja. um, als we hier de trailer kijken. Dit, hetgeen wat we nu zien is denk ik een van de meest interessante fucking shit uh, die ik me kan bedenken. Een van de dingen die me ook het meest enthousiast maakt. En ik hoop dat... Guardians. Ja, Hive fucking Guardians. Ja. Want uh, als het goed is, gaat uh, Savatun uh, iets van de light stelen ja. aan het einde van Season of the Lost. En uh, weet daarmee uh, Hive Guardians tot leven te brengen. Nou, we zagen al een, uh, een Hive Ghost. Ja. En um, wat is daarmee nou het hele ding? Nou, daarmee krijgen we Hive. Uh, enemy types krijgen guardian abilities. Dat wil zeggen uh, ze kunnen resurrecten, want de reden waarom je kan respawnen als, uh, is als guardian ghost is doordat je een ghost hebt. Nou, ja. zij hebben ook een ghost, maar ze hebben ook uh, uh, arc abilities, ze hebben solo abilities, noem het allemaal dan maar op, ja. Void, stasis, uh, en die gaan ze ook allemaal krijgen. En nu hoop ik dus, en ik weet niet of dat zo is, dat is gewoon uh, mijn hoop en mijn wens. En toch wel een beetje de, de verwachting. Is dat we nu. Uh, want het zijn dezelfde enemy types, ja. zeg maar. Dat we gewoon een compleet andere AI krijgen. Die nou, een stuk uitdagender is. Het is grappig dat je dat zegt, want ik zat daar dus ook aan te denken: van. Oké, okay, nou heb je dus Hive Guardians. Ja. Het beeld wat ik heb bij Guardians zijn, oké, okay, dan in dit geval door speler bestuurde uh, figuren die. ...rondspringen, rockets schieten... ...dan weer een light weapon dus pakken... Ja, ja. ...dan hun super gooien... ...hun uh, grenade abilities of wat dan ook. Je wilt dat ze eigenlijk... ...heel menselijk zich gedragen... ...en dat ze daarmee echt een soort van... Duidelijk uh, opvallen buiten de, de normale enemies die je hebt, ja. En, en misschien hebben ze gewoon een hele grote stap gezet qua AI, want inderdaad, het, het viel nu nog eigenlijk een beetje. Want Bungie heeft natuurlijk ooit Halo gemaakt, en ja. Halo werd ooit geroemd om zijn AI. En ik zweer het je, de, de AI van Halo Combat Evolved is dus nog steeds vandaag de dag gewoon prima, zeker ja. wanneer het gelijk met andere uh, games, um, maar. Dat is wel heel erg gericht op... Een grunt, die doet dit. Ja. En een elite, ja, die doet die, dit. De acolytes die schieten en die doen dan even een, een, een 360 graden draadje. En die schieten dan weer. En die gaan even achter een steentje staan. Weet je, dat soort ongeheimen. Precies. En um, dat werkt goed. En dat werkt goed voor vette uh, gunplay en, en vette battles. Alleen, het nadeel daarvan is... Voorspelbaar. Ja. En als, je, en als ik dan Hive Guardian zie... Dan verwacht ik precies wat jij net hebt uh, voorgeschoten. Ja. Gewoon... Runnen, uh, rennen, jumpen, gekke shit doen. Ja. Uh, eigenlijk ook wat we een beetje de AI van Halo Infinite zien doen. Die okay. bots in, uh, in Halo Infinite zijn echt van een van best wel aardig leuk uh, niveau. Ja, nee, ik, 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 zat, ik zat vooral te denken aan, stel je speelt een potje Gambit, dan heb je natuurlijk al het, al het kanonnenvoer wat je neer moet schieten om ja. Ja. die, die uh, modes te krijgen. Ik wil dus niet dat dit kanonnenvoer is. Nee, en dan, en dan dat die als er een, of een, invasive, een invader komt, ja. uh, dat, 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 dat zo iemand is van, kut, oké, okay, er is een Hive Guardian, weet je wel. Ik moet nu veel moeite gaan doen om die gast om te leggen en om vervolgens dus zijn ghost kapot te schieten, want anders resurrect hij weer. Ja, ik wil zeggen, je moet, je moet inderdaad zijn ghost uh, ...moet je ook kapot uh, maken om hem uh, definitief te sleden. Daar gaan ze en... trouwens, die ghosts, jongen. Ja, dit, ik... Dit, ik, ik vond het zo... Ik, ik wil niet zeggen iconisch, want dat klinkt heel overdreven. Nee, het is iconisch. Maar het is, zomaar, of... je hebt deze scène, ken je natuurlijk van uh, de opening van Destiny... ...waarbij, zeg maar, de, de worden guardians gemaakt... ...doordat ze geresurrect worden door een ghost... ...en op dat moment is dus een guardian worden. En hier eigenlijk gebeurt het hetzelfde aan de slechte kant. Wat ik dan vervolgens weer hoop... ...is dat dit dan weer een opzetje is naar de hele tweedeling... Goed versus slecht, dat wat al een soort van grijs gebied is geworden. Maar is Destiny. light? Is dat goed? Ja, en is dark? Is dat slecht? Ja, ja dat, dat, dat zijn een beetje de vragen natuurlijk. Ja. En uh, we weten ook de laatste expansion die heet Lightfall. En die verschijnt in 2024, als ja. ik me niet uh, vergis. Kunnen, ja. In ieder geval, uh, dat is de allerlaatste hele grote uh, uitbreiding. Um, ja, ik, ik, hoop, ik hoop dus echt daarop. Want ja. dat is wel echt heel erg belangrijk. D dat brengt een hele nieuwe, fris uh, gameplay-element wanneer, je, wanneer je dat, ze dat op die manier implementeren. Um, we krijgen uiteraard een nieuwe locatie. Ja. De nieuwe locatie is de Throne World van uh, Savatoen. Nou, wat is een Throne World? Uh, Hive Gods, die kunnen een soort van eigen universum creëren. Waarbij ze uh, zichzelf kunnen beschermen om dood te gaan. Zeg maar, wanneer ze dan sterven in de normale wereld. We hebben dat natuurlijk ook al gezien bij Kingsfall bijvoorbeeld. Ja, uh, wanneer ze sterven in de, in de normale wereld, blijven ze nog altijd voorbestaan in een eigen gecreëerde realiteit slash universum. Dat heet de Throne World. En als je, als je ze daar verslaat, dan zijn ze, pas dan zijn ze ja. echt helemaal dood, Finito. En daar, dat, dat gaat een nieuwe locatie worden. Het schijnt ook uh, beetje uh, een beetje een moederasig gebied. Ja, gebieden zijn en ook de raid die schijnt zich ook daar af te spelen, maar ja. die schijnt zich dan weer af te spelen in een piramideschip dat zich wel taak, in die throne room ja. uh, uh, bevindt. Dus... Ja. Wat er overigens wel ook weer voor heeft gezorgd dat des te meer speculaties rondom de darkness enemy type die we misschien gaan zien, daar waar we nu de de effects en de ja. de, de cabal hebben, voornamelijk in de teken natuurlijk. Ja. Um, en de Hive natuurlijk. Jezus, ik, nee, ik mis er gewoon de enige belangrijke op dit moment eigenlijk. Uh, daarnaast geen nieuwe subclasses. Volgens mij gaat de Void subclass gaat wel op de schop. Ja, die gaat volledig op, op de schop. Uh, we hebben natuurlijk ook al gezien bij Stasis die, die darkness power die we ja. hebben gekregen bij Beyond Light. Um, de, de, die heeft gewoon een hele andere structuur om dat te customizen. Dat gaan ze ook bij alle normale subclasses doen. Alleen, uh, ik denk gewoon door tijd, uh, tijdsgebrek en de manier van werken dat dat, dat uh, gewoon op zich heeft laten wachten. Ja. Nu pakken ze de Void uh, Class aan, dan gaan nog meer uh, 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 de subclasses veranderen. Dus. Ik denk uh, dat was dat was eigenlijk mijn hoop de eerste keer dat ik een trailer zag en uh, kijk, dus we, we weten nu dat gaat geen subclass komen, maar deze expansion ja. is natuurlijk zo'n mooi voorzetje naar een soort van poison-esque Subclass voor de dark side of de darkness. De uh, dark powers die je kan hebben. Want de uh, stasis is nu de eerste dark uh, yep. kracht of de subclass. En dan heb je natuurlijk de Solar, de Void en de Ark. Die zijn dan van de light. Ik wil eigenlijk het komende jaar in ieder geval één nieuwe subclass zien. En ik denk dat dit een goed opzetje kan zijn, dus daar naartoe. Het, het zou er ook goed bij uh, passen hoor. Ja. Zeker bij, uh, bij Hive, ook wat dat betreft. Weet je dat, dat ding van Thorn? Weet je wel? Dat, 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 dat... Ja, ja, ik weet precies waar je het over hebt. Melvies sinds ja. welke hadden het allemaal? Ja, uh, Thorn ja. uh, is daar een perfect voorbeeld van, inderdaad. Zit er ook al in sinds 16.1. We zien hier trouwens een nieuw wapen, de Gleef. Ja. Wat een melee-wapen is. Uh, die is nieuw. Uh, net zoals we af en toe wel eens nieuwe wapentypes gewoon worden geïntroduceerd. We hebben het natuurlijk zwaarder gezien. We hebben nu pijlen boven gezien. zien. Dit uh, is de gleef, Wat een ja soort van staf met een... Sub -sub ja, Un het is een glaive. Het is... Ja, <laughs> ja, ik weet niet hoe ik het... Ja, op, een veredelde uitleg. speer is het gewoon uh, ja, eigenlijk. Met een, met een wat meer zwaardachtig element dan de bovenkant. Ja, en, en uh, het is een energy uh, type wapen ook, uh, waarmee je shit kan doen. Uh, dus die zit erin. Maar ook nog een ander ding waar ik best wel redelijk enthousiast over ben, is uh, dat de weapon crafting in, in, uh, in gaat komen. Waarbij je dus zelf uh, je eigen weapons kan craften. Waardoor je sneller uh, en, en gerichter je ideale beeld zou kunnen, uh, kunnen, uh, kunnen maken. Ja. Uh, wat betreft wapen. En dan heb ik het over waar je voorheen echt moest hopen op een Godroll. RNG-based. Ja. ja, kan je nu wat meer gericht uh, werken richting jouw favoriete wapen? Toch vind ik het wel gevaarlijk. Want uh, het haalt ergens het idee van oh mijn god ik heb dit wapen met deze guard gekregen haalt ja. het er wel van af en, Zeker. en kijk bij weapon crafting denk je misschien van oké okay, ik zet deze sight erop en deze stok en zo nou nee, zo werkt het dan weer niet er zal misschien wel iets van qua sites nog wel te doen zijn ja we, we moeten er echt nog zelf mee ja. aan de slag gaan dus uh, voor ons is het ook op dit moment uh, gissen. dus ja nou, in ieder geval is er meer om genoeg uh, meer dan genoeg om naar uit te kijken ik heb een Stevige verwachting hiervan. Het verhaal wat eigenlijk het afgelopen jaar is opgezet. Wat echt fucking ijzersterk is gedaan. Ja, de, de, de storylines je, zijn echt, echt geweldig. Moet de, ik zeggen. De, de, de wekelijkse progressie van het verhaal waarbij je erachter kwam van Savatoen is hier ergens. En ze doet zich voor als iemand die gewoon als een soort van indringer in de tower is. Dat, dat, heeft, dat was zo'n ijzer fucking sterk verhaal. Maar ze zijn daar ook gewoon zo ontzettend goed in bij Bungie. Het, het enige wat, en daar, daar ben ik ook blij dat weaponcrafting een beetje terug uh, gaat komen en dat we, dat we ook uh, transmog-shit hebben, mm -hmm. het heeft gewoon meer RPG-elementen nodig. Ja. Je, en uh, gelukkig doen ze dat nu dus ook bij die subclass, waardoor je dus veel meer ook je eigen uh, beeld kan gaan maken. Uh, ik mis gewoon te veel, uh, uh, ik, mi ik mis RPG-elementen, ja. waarmee ik echt uh, gewoon uren mee bezig kan houden, gewoon lekker tinkeren aan je character en dat soort dingen. Stats, stats, en stats nog eens stats. maken inderdaad ook. Um, dat mis ik heel erg. Um, vooral omdat de focus lijkt toch heel vaak toch wel op herhaling te zitten. En dan heb ik het over de weekly activities. Ja. Die je vaak eerst moet doen voordat je een stap verder kan zetten in het verhaal. Want ja. iedere, iedere week krijg je wel een story nugget. En die, zoals je zelf al zegt, die zijn ontzettend goed. Alleen het voelt alsof je daar eerst voor moet werken voordat je beloond wordt. En dat werken zelf aan zich is vaak de eerste drie, vier, vijf keer leuk. Ja. Na twintig keer heb je wel. Uh, het, het, is, het is gewoon echt uh, hokjes afvinken. Ja. En, en dan hopen dat je aan het einde van de week beland wordt met een leuk stukje verhaal. Of nou, eigenlijk is het aan het begin van de week. Want dan krijg je natuurlijk al die shit uh, toegediend. Ja, maar dat prikkelt mij net iets te weinig. Ja. Uh, anderzijds, uh, de, de, de core gameplay, die, die, die staat als een huis. Mm. Uh, we, we spelen nog steeds heel vaak iedere week gewoon een raid. Ja. Waarom? Omdat het gewoon fucking fun is om dat ja. met zes men, uh, uh, mensen te doen en, en dat te coördineren. En dan. Uh, een hele vette drop krijgen, dat, dat blijft nog steeds gruwelijk. Zeker, ja, ja dat is voor mij de reden om, om het te blijven spelen. Daarnaast Gambit, dus veel mensen klagen erover. Ik vind het een van de vetste game modes die erin zitten. 100% en je hebt ook nog steeds gewoon een hele solide PvP-mode. Tuurlijk, er zijn wel eens dingetjes die uh, niet helemaal balanced zijn, maar die worden eigenlijk altijd wel aangepakt. Ja, nou ja, de, de, de dingen die ons onduidelijk zijn, zijn vooral. De dingen waarop je hoopt dat ze worden aangepakt. Ik hoop dat ze iets vets doen om die weekly wind wat draaglijker te maken. Er komt weer een six-player offensive. Ja, maar dat is vast de prik. Weet je, elk seizoen gooien ze dat net iets om. En ergens. Het is allemaal tier. Ja, maar je precies moeten lokken. Ergens voelt dat toch altijd weer een beetje een soort van gerehashed. Want het is in een andere mal. hetzelfde gameplay, principe. Dezelfde mal, alleen met een andere Ja, Precies. Maar buiten dat. De, de opzet is in ieder geval gruwelijk. Ja. Ik hoop dat we veel vette gear gaan zien. Ik hoop veel vette exotic wapens ook. Want dat, daar ben ik ook een gore slet voor, natuurlijk. Maar ze zijn er gewoon zo ontzettend goed in. Want ja. ook weer die laatste 30th anniversary bundle. Zat er ook weer een dungeon bij. Nou, fucking vet, ja. weet je wel? En, 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 ik, ik heb hem nu twee keer gespeeld, uh, geloof ik. Uh, dit kan ik zeker nog wel vijf, zes, zeven keer doen. Gewoon omdat het leuk is om samen te werken. Ja. En, en het heeft meer van dat soort content nodig en meer RPG-elementen. En misschien gaan we dat nu dus krijgen bij The Witch Queen. Je hoort het, wij kijken heel erg rijkhalsend, als dat al een goed gezicht is. Uh, uit naar deze expansion van Destiny. Uh, van, wow. van Destiny. Dat klinkt de als een Witch hele vette Queen. western DLC voor Destiny. Dat uh, vind ik een heel goed idee. Dat laten we was dat eerst uh, ook het idee, hè? Uh, hoe heet het? De guy die The crow speelt. Ja, Aldrin Soft. Ja, Aldrin Soft. Yeah, Aldrin Soft. Yeah. Die uh, in de allereerste Destiny trailer uh, heeft hij bijna echt fucking een hele western uh, scène. Dat hebben ze uiteindelijk allemaal geschrapt uit de game. Omdat ze yeah. de last minute het verhaal uit de game hebben gesloopt. Yeah, yeah. Maar whatever the fuck. Maar dan, dan, dan gaan we het weer over dat hele verhaal hebben wat uh, op de schop is gegooid. Ja, maar en maar alle, bedoel, alle drama de, nee, nee, die nee. Erbij nee komt dat, dat, dat was niet mijn punt. Maar er zitten best wel veel uh, western elementen in de game. En dat was Zeker. ook uh, bij, uh, bij die uitbreiding op de op de Reef. Ik weet even niet, moody maar uh, dat zijn Er zijn al zoveel geweest. En de, dat, ge, dat draaide ook om Ultrons en de, ja. de, Dat was volledig western themed. Nou ja. Sorry, dat is gewoon een kleine. Dat je, mag niet je uit. Je zei western en dat triggerde me. Ja, oké. Okay. Dus misschien dat we ooit western gaan zien. Vooralsnog moeten we het doen met Destiny. En binnenkort dus de Witch Queen Expansion waar wij naar nou uitkijken. Laat even weten of jij ook zaak bent voor deze expansion.